ben Madelief, ik ben 12 jaar oud en we zijn hier bij Digibende. En dat is waar Madelief nu sinds anderhalve maand naartoe gaat. Ja, als ik hier naar binnen loop, zeg maar, dan voel ik me heel erg rustig eigenlijk. In de ochtend staat er een rustig muziekje op in de kantine. Kan je gewoon even lekker ergens gaan zitten. En dat zorgt gewoon rust in je hoofd. En dan komen we hier bij... Game development. Dat is, je kan games maken. Het is hier rustiger dan op een school. Minder kinderen, minder geluid en andere dingen die je kunt doen. Je kan gitaar, drum, keyboard, piano, DJ-setup kun je opdoen. Je kan hier eigenlijk heel veel doen. Eigenlijk alles wat met muziek te maken heeft. Hiervoor ging ze heel lang nergens heen. Zelfs niet naar school. Zo. Ze had last van stress en haar hoofd zat vol. En op een gegeven moment ging ik gewoon huilen naar school, zeg maar. Ik wilde echt niet meer. Op zo'n moment dat je thuis zit en niks hebt en je vrienden zijn of vriendinnen zijn er niet, voel je je best wel alleen eigenlijk. En alleen. En is de wereld een soort van donker. En je kan gewoon naar school in wezen, maar het is te veel als je dan op school bent. Soms dan voelt het alsof je, zeg maar, in een soort van film zit. Dat je dan ziet op een school, zeg maar. Dat iedereen, zeg maar, langs je loopt. En dat jij soort van in het middenpunt staat. Een beetje, er eigenlijk bent, maar ook weer niet. Dat je eenmaal in je hoofd zit en dat je eigenlijk ook eventjes er niet uitkomt. Zo voelt het soms. Die doen? Madelief wordt geholpen door Daan. Samen met anderen helpt hij hier nog meer kinderen met autisme. Mensen met autisme hebben vaak een wat andere bedrading in hun brein dan mensen zonder autisme. En dat betekent dat je soms wat andere gedachten hebt. Dus eigenlijk denk je net iets anders dan iemand zonder autisme. En hier kan je lekker sporten. Ja, klopt. Ik doe het 3 keer in de week, 2 keer in de week. Ik vind het eigenlijk altijd wel heel erg fijn. Eigenlijk is kracht wel een mooi woord ervoor. Je bent gewoon ietsje anders, maar dat maakt je mooi. En het is niet per se dat je heel erg anders bent dan andere kinderen. Dus ja, het is soms wel moeilijker om contact te maken of om een gesprek te voeren. Maar het is gewoon prima zoals je bent eigenlijk. Dus ik ben gewoon ik. Madelief,